De luchtkwaliteit in Nederland moet beter, vindt ook gemeente Nijmegen. Scholieren gaan nu met een speciale fiets de fijnstof meten. Het is een blauw kastje met daarop een lampje. En dat lampje verspringt meteen als de luchtkwaliteit verandert. Dus hij was, het grootste gedeelte van de rit was hij blauw, dat is goed. Maar hij schoot soms ook even naar geel en dan is het dus al iets minder goed. Verder in het nieuws vandaag. Kinderen in Amalia Kinderziekenhuis krijgen dag van hun leven. En dansen en chansen op populaire senioren dansavond. De luchtkwaliteit in Nederland kan en moet beter. Dat vinden de deelnemers van het Schone Luchtakkoord, waaronder de gemeente Nijmegen. Dinsdag gaf Nijmegen het startsein voor een bijzonder project. Leerlingen van meer dan 70 middelbare scholen in heel Nederland gaan met hun zogenoemde snuffelfiets de luchtkwaliteit meten. In Nijmegen wordt hard gewerkt aan een schonere toekomst. Scholieren van het Kandinsky College stappen op de snuffelfiets om de luchtkwaliteit te meten. Wethouder Tobias van Elveren benadrukt hoe belangrijk dit project is voor Nijmegen. De luchtkwaliteit is in Nijmegen altijd een thema. Het wordt elk jaar beter, maar het kan echt nog veel beter. En leerlingen geven zo bewustwording mee en we halen resultaten op, waardoor we beter begrijpen hoe de luchtkwaliteit in de stad erbij ligt. Als we beter snappen welke stoffen de leerlingen tegenkomen als zij door de wijk fietsen, als ze op weg zijn naar school, dan kunnen we ze ook preciezer daarop sturen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan fijnstof. Dat wordt gemeten met die blauwe kastjes. En fijnstof is iets wat bijvoorbeeld door houtstook ontstaat. Door middel van een speciaal blauw kastje op je stuur te monteren, kan er gemeten worden wat de luchtkwaliteit is. Dan is het alleen nog maar een kwestie van heel veel fietsen. Het is een blauw kastje met daarop een lampje. En dat lampje verspringt meteen als de luchtkwaliteit verandert. Dus het grootste gedeelte van de rit was hij blauw, dat is goed. Maar hij schoot soms ook even naar geel en dan is het dus al iets minder goed. Dit was fijnstof, dus dat geeft echt al waarde weer. En het kastje laat die waarde ook meteen op internet zien, zodat je kunt meteen zien wat er gemeten is. Dit wordt vervolgens ook door het RIVM gebruikt, automatisch, binnen het samen meten dataportal, waar allerlei citizen science, burgerwetenschap, data verzameld wordt en die gebruikt het RIVM dus ook bij hun modellering en als input voor hun modellen. Voor Liene Driessen uit HAVO 5 is dit project meer dan schoolwerk. Na aanleiding van een onderzoek van de Wageningen Universiteit werkt ze aan een profielwerkstuk over fijnstof. Ja, ik wilde natuurlijk weten in hoeverre het bos bijdraagt aan een betere fijnstofconcentratie. Dus vandaar dat ik de drukke weg vergelijk met een bosweg. Ik hoop dus dat de bomen wel daadwerkelijk hulp bieden bij het verminderen van de fijnstofconcentratie. En ik hoop vooral eigenlijk dat daar ook echt iets mee gedaan gaat worden. Dat het niet voor niks is geweest. Nijmegen neemt als gemeente deel aan het Schone Luchtakkoord. De snuffelfiets is daar een van de projecten van. Wethouder van Elveren hoopt dat ook door middel van dit project Nijmegen steeds dichterbij komt bij het behalen van deze doelstellingen. We zijn goed op weg om de doelstellingen te halen, dus om 2030 uiteindelijk 50% schonere lucht te hebben. Maar er zal nog steeds meer moeten gebeuren, maar het wordt wel steeds moeilijker om het te halen. Dus daarom is het ook belangrijk dat we preciezer weten wat er in de lucht zit. De selectie van NIC bracht woensdagmiddag hun jaarlijkse bezoekje aan het Amalia Kinderziekenhuis in Nijmegen. Even een moment voor de kinderen om niet aan hun ziekte of aandoening te hoeven denken. Maar ook om hun voetbalhelden in levende lijven te ontmoeten. Naast dat er alle ruimte is voor foto's of zelfs even een potje voetbal, was er een heuse persconferentie waar de kinderen even de journalist mochten zijn. En dan zitten er bijzondere vragen tussen. Ja, klopt. Nee, dat is altijd leuk als je van zo'n kinderen zeg maar, zo'n vraag krijgt. Je weet nooit wat voor vragen je kan krijgen, dus dat is wel altijd leuk. Nou, ik zei het net ook al, ik vind altijd leuk, de leeftijden vind ik leuk. Daar zitten ze altijd naast. Ja, en dat deze journalisten natuurlijk onze spelers stil kregen toen de vraag er kwam van betrekking tot de salarissen. En dat gebeurt niet vaak, dat spelers stil zijn. Dus, Als ik maar meer vind, niet naar Robin. Dat vond ik ook wel leuk. En een vraag in het Deens hadden we nog. Een vraag van een Ajax-supporter. Over hoe we Brian Brobbey moeten gaan bestrijden. Zijn jullie bang voor Brobbey? Dat is wel een hele goede vraag. Ja. Hij is wel echt heel goed, alleen we zijn niet bang voor hem. Het is niet alleen voor de kinderen een bijzondere dag, maar ook voor de spelers en staf maakt het bezoek aan het Amalia Kinderziekenhuis veel indruk. Nee, tuurlijk. Het is bijzonder om dit te kunnen doen. Ik denk dat we gezegend zijn met een staf en ook met spelers die uit het goede hout gesneden zijn qua karakter en mentaliteit. Dat zie je ook wel. Hoe lief ze hier zijn voor de kinderen. Hoeveel geduld ze hebben, ook met zo'n persconferentie. Maar het vraagt natuurlijk ook wel wat van spelers en stafleden om hier te zijn. En zeker zometeen als we ook de kamers gaan bezoeken.
En dat maakt altijd veel indruk en dat zorgt er ook voor dat we allemaal relativeren. Maar we hebben ook spelers met jonge kinderen. En we scheiden dat wel, wie er wel mee gaan en niet mee gaan. Want dit is heftig wat je hier ziet. Ja, en wat was nou de leukste vraag die ze kregen? Ja, ik denk toch een trucje doen voor die kinderen. Dat is toch altijd net wat leuk voor hun. Ook pressure voor mij. En natuurlijk zit dat druk op. Hè. Ik vond hem wel tegenvallen. Ja, vond je hem tegenvallen? Ja, die schamen. Ik doe je trouwens niet nou, hè? Nee, ik dacht, ik doe gewoon een rondje om de wereld. Dat is altijd speciaal voor die kleine kinderen. En ik dacht, ik doe gewoon een schaars wat makkelijk voor hun. Dus ja, was leuk. Maar voor de kinderen was het weer een onvergetelijke dag. Bij een filiaal van Albert Heijn in de Nijmeegse wijk Meihorst is dinsdagavond rond 7:30 brand uitgebroken. De brand ontstond in het winkelgedeelte, volgens diverse bronnen op de chipsafdeling. Het pand liep aanzienlijke schade op. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Het team brandonderzoek en de politie zijn gestart met een onderzoek. De Albert Heijn, maar ook de naastgelegen Lidl, bleven woensdag gesloten. Een beveiligingsbedrijf hield wacht voor het pand van Albert Heijn. Aanwezig personeel wilde geen reactie geven. De partij Burgerbelangen over Betuwe maakt zich zorgen over de onbekende hoeveelheid treinen met mogelijk gevaarlijke stoffen die nog altijd dagelijks dwars door Elst rijden. Art op de Weeg, fractievoorzitter van BOB, heeft het probleem inmiddels aangekaart bij het college van BMW en de gemeenteraad. De treinen rijden ook kort langs de polykliniek van Rijnstaten. Dit alles brengt mogelijke risico's met zich mee, volgens de fractievoorzitter. Er is geen zicht op de omvang van deze risico's en de mate waarin men voorbereid is op mogelijke calamiteiten. Daarom wil BOB van het college weten hoeveel van de treinen met risicovolle stoffen wekelijks het station in Elst passeren. Verder vraagt BOB of het college een indicatie kan geven om welke stoffen het precies gaat en wat de eventuele risico's bij calamiteiten zijn. Ook wil men weten welke maatregelen er zijn genomen om potentiële calamiteiten te voorkomen. Ter ere van haar 100-jarig bestaan in oktober 2023 deed de Radboud Universiteit twee grote luisterschalen cadeau aan de stad Nijmegen. De schalen zouden aan de Nijmeegse Spiegelwaal geplaatst worden. Een jaar later blijkt dit project niet meer haalbaar voor de universiteit. Het project gaat niet meer door vanwege de verslechterde financiële omstandigheden, laat de Radboud Universiteit in een reactie weten. Het was de bedoeling dat de schalen 50 meter van elkaar aan de Spiegelwaal kwamen te staan. Wat in de ene schaal werd gezegd, zou bij de andere schaal te horen zijn. Collegevoorzitter Daniel Wigboldus noemt de situatie spijtig. D66-partijleider Rob Jette heeft aangekondigd te trouwen met zijn partner Nicolas Kenan, een Argentijnse hockey-international. Dit maakte de 37-jarige politicus dinsdag bekend via Instagram, waar hij de boodschap Soon to be Mr. and Mr. deelde bij een reeks foto's van hem en zijn verloofde. Jette en de 27-jarige Kenan zijn ruim 2 jaar samen. Ze ontmoeten elkaar in een supermarkt in Den Haag. Kenan speelt in Nederland voor de hoofdklasseclub Klein Zwitserland. De trouwdatum is nog niet bekendgemaakt. Van Country Roads tot Engelbewaarder, allerlei muziek komt voorbij tijdens de populaire dansavonden van seniorencafé Burgerlust. 60-plussers uit de hele regio komen elke 2 weken samen om lekker een avondje te dansen. Al tientallen jaren zijn deze avonden een enorme hit. Op deze avond gaan we alleen maar dansen. Alle dansen die u kunt, maar we denken, die worden hier vanavond gedraaid, dan bijna. Maar een beetje line dance, een wals, een foxtrot, Engelse wals, alles wat het publiek ook vraagt. Seniorencafé Burgerlust organiseert al bijna 30 jaar deze dansavonden. Het is ooit begonnen om de eenzaamheid onder ouderen tijdens de zomerperiode tegen te gaan. Ze zaten soms weken zonder bezoek thuis, omdat de kinderen op vakantie gingen. Inmiddels zijn de avonden een begrip in de regio. Daar moeten we iets voor doen. En toen is er een groepje mensen bij elkaar gekomen. Die hebben gezegd, wat kunnen we nou die mensen bieden? Iemand die al sinds het begin komt is Lucie Tone. 29 jaar geleden werd zij door kennissen meegenomen naar een dansavond. Die zei, oh, er is dansen. En toen zei ik kan dansen. Ik ben met mijn man kan dansen. Ik heb inmiddels 3 vriendjes gehad, maar alles gedood. En wij gaan door. He? Maar het is hier altijd hartstikke gezellig. Gerard is al bijna sinds het begin betrokken als vrijwilliger, maar binnenkort neemt hij afscheid. Ja, ik ben nu 26 jaar bezig en met mijn vrouw ook.
En we hebben gezegd van nou, in januari is het wel mooi. Dan hebben we er 26 jaar op zitten ruim. En we gaan met pensioen, zoals dat heet. Zijn vrouw Truus zorgt samen met andere vrijwilligers voor lekkere hapjes om de gasten tevreden te houden. Twee keren op een avond krijgen ze een hapje. En dat varieert van een toosje en een rolletje en soms iets warms. Een gehaktballetje of een worstenbroodje. Je moet de gasten verwennen, zeggen ze, hè? Dan komen ze weer terug. Ja. En ook allemaal zelf gemaakt? We maken zelf de voorbereidingen zoveel mogelijk thuis en dan hier afwerken. Ja. Ik heb de rolletjes gemaakt. Dit zijn rolletjes kipfilet met roomkaas. En hier heb je rolletjes ja, Gelderse worst met augurk erin. Dus wel echt met liefde gemaakt voor alle gasten? Ja, met liefde gedaan. Dat kan je wel zien, hè, dames. De gasten komen niet alleen voor het dansen en de hapjes. Voor velen is vooral de gezelligheid het allerbelangrijkst. Heel veel vrienden, vriendinnen. En dat is ook in de vrijwilligersgroep een echte vriendenclub geworden in de loop der jaren, ja. Ja, de muziek, hè. De muziek, dat trekt natuurlijk, hè. En ook dat er, zeg maar, veel mensen elkaar allemaal kennen. En omdat we graag doen dansen. Maar ja, de spoeling wordt dun, dat zijn niet voor mannen meer. Het is momenteel vrij onstuimig buiten, maar van de storm Conal hebben wij in onze regio weinig last. Er geldt wel code geel in Gelderland tot 11 uur vanavond. Daarna zal de wind ook langzaam afnemen en is het op een enkele bui na droog. Het koelt daarbij af tot 5 graden. Morgen wordt een hele andere dag. In de ochtend is een enkele bui niet uitgesloten, maar verder wordt het voornamelijk een droge dag met zelfs regelmatig wat zon. De temperatuur komt uit rond de 10 graden. Ook de dagen erna blijft het droog en fris najaarsweer. Er is veel zon en temperaturen rond de 6 à 7 graden. Pas in de nieuwe week wordt het weerbeeld wisselvalliger. Dit was het RN7 Regio Nieuws van woensdag 27 november. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. Nu op RN7 kijken we weer terug op een Sinterklaas intocht en vandaag is dat die van Elst. We zijn er morgen weer, dus graag tot dan.